Dankjewel Matthijs voor de introductie, voor de uitnodiging. Maxime Februari die, uh, publiceerde in 2000 een, een boek, een handelseditie van zijn proefschrift, Een pruik van paardenhaar. Uh, en het lezen van een boek was de ondertitel. En daar stond achterin een uh, bibliografie, zoals in ieder proefschrift. En daarnaast ook nog een bibliografie met niet gelezen boeken. Nou, is mijn ervaring, ik weet niet of de andere sprekers dat ook hebben, dat als je ergens over moet spreken, dan schrijf je altijd meerdere, uh, meerdere versies en eigenlijk ook verschillende aanpakken. Ik had voor deze avond een uh, dialoog geschreven, een kort verhaal en uiteindelijk een uh, betoog. En het betoog is waarvoor ik gekozen heb, en dat zal ik gaan voorlezen. Hoewel ik altijd al geïnteresseerd ben geweest in kritische denkers, ruziezoekers, quirulante grappenmakers en dus in filosofen, realiseer ik me pas sinds kort hoeveel ik dank aan de filosofie, hoeveel dank ik eraan ben verschuldigd. En daarover gaat de volgende tekst. De titel van de tekst is een uh, ontleding van een gedicht van Marion Moore. De filosofische roman Een verzonnen stad met levende drugsverslaafden erin. In 2007 kocht ik voor het eerst van mijn leven een weegschaal, omdat ik te dik aan het worden was, maar ook omdat ik aan een soort geestelijke pafferigheid leed. Ik was lui, blasé, verveeld en misschien ook wel een beetje vervelend en ik was zeker ontevreden over de wereld, over mijn leven en zelfs over de literatuur. Ik begon de letteren een beetje zat te worden, niet de literaire wereld of alles eromheen, maar echt het schrijven en het lezen zelf. Ik had net een roman gepubliceerd, Affinar, waaraan veel me nog steeds bevalt, maar die door zijn nadrukkelijke relaties met Nabokov, Shakespeare, Céline, Joyce en Euripides, toch in de eerste plaats een postmodern spel was. Tegen een geeuwende interviewer zei ik trots en blij en eigenwijs dat mijn personages in de eerste plaats talige constructies waren. En ik bedoelde dat als een aanbeveling. Maar als die talige constructies me niet meer konden boeien, wat dan? Ik overwoog de politiek in te gaan, of via de thuiszorg oude mensen te gaan wassen, of iets anders nuttigs te gaan doen, of desnoods het bedrijfsleven in te gaan, omdat ik het gevoel had dat in de literatuur niks er werkelijk toe deed. Dat het een ongevaarlijke en onbelangrijke tijdsbesteding was geworden, voor mij althans. Ik besloot eerst eens drie maanden rustig na te gaan denken. Die periode benut ik om een beetje in voedsel en gezondheid te verdiepen en om wat meer te gaan bewegen. Een paar keer per week fiets ik naar een fortgracht. net buiten Utrecht, waar ik woon. om te gaan zwemmen. En omdat je niet de hele dag kunt sommen en baantjes trekken. besloot ik ook eens een blik te werpen. in David Foster Wallace's roman Infinite Jest. Een boek uit 1996. De leeservaring van Infinite Jest laat zich het best samenvatten. in de woorden van Dave Eggers. Holy shit. Infinite Jest is, zoals sommigen van jullie denk ik wel weten. Een grote dystopische roman die zich afspeelt in een toekomst die inmiddels al weer ver achter ons ligt, 2009 ongeveer. Het boek gaat over de bewoners en werknemers van een afkickcentrum in Boston, over de docenten en leerlingen van de naastgelegen tennisacademie, en over de zoektocht van een groep zich per rolstoel voortbewegende extremistische separatisten die jagen op de mastercopy van de film Infinite Jest, waarvan de maker zelfmoord heeft gepleegd. En al die komische en aangrijpende passages die zijn doorsneden met een lange dialoog van een drie- of vierdubbelspion en een federale agent. In Arizona vindt dat plaats. Maar dat is het niveau van de handeling. In essentie is Infinite Jest een boek over tientallen personages die lijden onder eenzaamheid en geestelijke pijn, en die vluchten in drugs, entertainment, consumentisme, kunst, het intellect, topsport, slash het streven naar roem en daarmee met die strategieën sluiten ze zichzelf in zichzelf op, keren ze hun rug naar de gemeenschap, naar anderen en dat maakt hen alleen nog maar eenzamer en ongelukkiger. Nou is dit een uh, alinea over een roman van duizend pagina's die je daarmee alleen tekort kan doen, maar wat het werk van Wallace voor mij bewijst, de waarheid. Waaraan je heel indringend herinnerd wordt door zijn werk, eigenlijk door al zijn werk, maar in dit geval dus vooral door Infinite Jest, dat is dat andere mensen bestaan. En dan niet als publiek, niet als consument, niet als object of als concurrent en niet als talige constructies, maar als levende wezens, met een bewustzijn en een geschiedenis en met hun eigen pijn en dromen. En dat het misschien wel de taak is van de roman om je daar steeds opnieuw, zonder ironie, aan te herinneren. Voor mij persoonlijk betekende Infinite Jest de herontdekking van de literatuur. Ik ontdekte of herontdekte dus dat een verbeelde wereld net zo bezield kan zijn als de echte wereld en dat die twee, boek en werkelijkheid, als communicerende vaten kunnen optreden, elkaar op die manier kunnen verrijken. Een boek als een geestelijke defibrillator zou je kunnen zeggen. En dankzij Infinite Jest realiseerde ik me dat het soort literatuur waar ik van houd en dat is niet alleen die van overgekwalificeerde postmodernisten. Tussen aanhalingstekens was komen te staan. En aanhalingstekens zijn, zoals je weet, twee comma's. Die linker comma, dat was die van het postmodernisme, waarin alles spel en ironie was geworden. En de rechter comma, dat was het aandeelhouderskapitalisme, waarin intrinsieke, esthetische en morele waarden waren vervangen door omzet, winst, beurskoers. Kern van beide, relativisme. Ironie, ook als er niks te lachen valt. En hoe dat ook zij, de roman, de literatuur is vlot getrokken door David Foster Wallace. En het is hem gelukt dankzij de filosofie. Het geldt voor zijn hele oeuvre, maar nogmaals, ik richt me hier vooral op Infinite Jest en dat kun je eigenlijk niet loslezen van zijn niet-fictionele werk zoals bijvoorbeeld een essay als Eunibus Pluram* uit 1990. Dat gaat over fictie, ironie en televisie. Het is belangrijk om dat toch te noemen die essays van Foster Wallace omdat het niet alleen door tonen is, maar ook door vertellen, zowel in zijn fictie als in zijn non-fictie door vertellen en benoemen dat hij authenticiteit, gemeenschapszin, compassie, kritiek en zelfkritiek weer tevoorschijn heeft geredeneerd. Lees ook This is Water, zijn bekende lezing, The Pale King, zijn meest recente postumeroman en al zijn essays en verhalenbundels eigenlijk. Ik denk dat we het oeuvre van Foster Wallace over decaden na nu nog steeds als een gamechanger zullen zien en als een oeuvre dat een paradigmawisseling heeft geforceerd. Alles wat na Infinite Jest kwam, het geëngageerde schrijven van Dave Eggers en de mensen om hem heen, Zedi Smith, Jonathan Franzen, Jonathan Seffron Fowler en natuurlijk uh, Jeroen Mettes in Nederland, was zonder Foster Wallace ondenkbaar geweest. Ik zie zelfs een directe relatie tussen een boek als Infinite Jest en Zedi Smith's recente pleidooi voor het behoud van de openbare bibliotheek. De filosofie heeft altijd al wegen gebaand waarover fictie vaart kan maken, maar Foster Wallace heeft een mooie nieuwe bocht gemaakt. En dan geen landweg, geen landweg of een zandpad, maar een fucking startbaan. Want alle Jezus, wat gaat het hard en hoog bij hem. Voor wat betreft Infinite Jest en ook zijn recente genoemde postumeroman uh, The Pil King, was ik heel lang tevreden met de bekende kwalificatie Great Novel of Great American Novel. Totdat ik het Regenton Rumour las, het essay van Maxime Februari van twintig jaar geleden. Daardoor... Werd ik zo diep getroffen door dat stuk? Ik las het na een uh, huiscongres uh, van Daniel Rovers. Die had een essay-bundel gepubliceerd. Die figuur in het tapijt. 5 februari vond uh, dat congres plaats bij hem thuis. En uh, René de Rijk, archivaris van uh, Perdue, gaf mij na afloop dit boekje mee, oplage 350, uit uh, 1993, waarin dat regentonrumoer van Maxime Februari was gepubliceerd. En ik las het s'avonds na het congres ik werd vooral getroffen eigenlijk door het hele stuk, maar vooral door deze alinea. die heb ik ook op de tirade blog aangehaald, maar laat ik hem voorlezen. uit 1993. als er iets werkelijk van belang is voor de literatuur, voor de filosofie en voor de hele cultuur, dan is dat de komst van de filosofische roman. wil de wetenschap zich in de komende decennia nog redden, zonder zich over te geven aan de profeten van het irrationalisme? Dan zal ze er verstandig aan doen aansluiting te zoeken bij de kunst. En wil de roman overleven zonder in steeds grotere isolatie te geraken, dan zal ze een volwassen interesse moeten ontwikkelen. Een werkelijk filosofische roman is een roman waarin de literatuur zelf, parallel aan de filosofie, de mens, de werkelijkheid, de wetenschap en de samenleving bekijkt en op die wijze aanvult wat de filosofie niet vermag. Daartoe is het niet nodig dat Spinoza wordt geciteerd. Of dat de hoofdpersoon decaan is aan de filosofische faculteit. Het is zelfs niet nodig dat wij merken dat de auteur Russell's Geschiedenis van de Westerse Filosofie heeft gelezen. Het is alleen nodig dat de auteur zich dezelfde vragen stelt die de filosofie aan het einde van deze, de vorige eeuw, zich stelt. Maxime Februari, Postperdu, mei 1993. Volgens mij zijn er zulke krachtige poëtica's... sinds Hermans Sadistisch Universum niet heel veel meer geschreven. Het essay van februari, en vooral deze geciteerde passage, was voor mij de donder die volgde op flits van inzicht die jaren eerder Infinite Jest bij mij teweegbracht. Ik denk, maar ik ben benieuwd hoe de andere sprekers daarover uh, denken. Ik denk dat februari toen al heel goed en dus heel vroeg heeft gezien. waar en hoe de literatuur zich kan revitaliseren. Een klassieke vraag: wat nu? Moeten we de band tussen literatuur en filosofie gaan formaliseren? En institutionaliseren, moeten we opeens allemaal filosofische romans gaan schrijven. Omdat Foster Wallace het goede voorbeeld heeft gegeven. Mijn inschatting is dat dat vanzelf wel gaat gebeuren. Ik weet niet of Dirk van Wilde dezelfde ervaring heeft bij de gids... maar bij Tirade krijgen we heel veel teksten, zowel verhalen als poëzie... binnen van jonge auteurs die of filosofie studeren of filosofie hebben gestudeerd. En in de redactie van Tirade zitten zelfs twee filosofen. Dichteres Lieke Marsman, vanavond aanwezig... En volkskant en aankomende romancier Simone van Saarloos. De opkomst van academische filosofen over de hele breedte van de maatschappij, bedoel ik dan, hebben we natuurlijk ook te danken aan de toegenomen aandacht voor wijsbegeerte op middelbare scholen. Nu wordt filosofie vaak gelijkgesteld aan gesystematiseerd twijfelen. Maar wat mij betreft is twijfel, en zeker in literaire, levensbeschouwelijke of zelfs activistische context, alleen het proces. Het doel is natuurlijk essenties, waarheden, zekerheden of. Als je existentialistisch redeneert, acties of handelen. Stipulatiever gezegd, ik vind kiezen, choose with care, zoals het in Infinite Jest heet, een veel bruikbaarder term. Kiezen is, zoals de vorm en de omvang van Infinite Jest ook uitdrukken, belangrijker dan ooit. We worden overspoeld met informatie, indrukken, levensverhalen, commerciële en hedonistische verlokkingen. En als je niet kunt kiezen, dan word je opgevroten door je werk, door je klanten, door je hypotheek. Door de commercie of door je familie. In ieder geval door alle dromen die niet van binnen, maar van buiten komen. Terwijl je alleen betekenis kan geven en kan bezielen als je kan kiezen. Het slot. Vorige week, en dat was naar aanleiding van een schitterend stuk van Karel Peters in Vrij Nederland tegen Alain de Botton. merkte Maxime Februari in NRC Handelsblad op dat kunst, citaat, een vormende werking heeft. en dat, tweede citaat, de Renaissance kunst. Een groot opleidingsinstituut voor bestuurders was. Een quote. Want, ge, vroeg ik er graag uh, aan toe, ook voor burgers daarmee. Nu wil ik geen nieuwe literaire zuil stichten. Ik wil niets voorschrijven. Dit is eerder een testimonium, Maar als ik stelling, als ik stelling wil nemen, stellig, stellig wil zijn, stelling wil nemen en ge, geëxalteerd wil zijn, en waarom zou ik dat niet willen? Want we moeten straks nog met elkaar in debat. Dan poneer ik dat alleen de filosofische roman... Kan helpen met het emanciperen van het individu en op die manier het fundament van denkers en voelers kan leggen dat de samenleving nodig heeft. Dat betekent dus ook dat de elite zich moet durven emanciperen. En het praten over en het propageren van een filosofische roman is dan al een mooie verzetsdaad tegen het commercialiseren, inventaliseren en democratiseren van de literatuur en cultuur. Elite, haast ik me te zeggen, heeft in deze context niets te maken met standen of inkomen, maar alles met rijkdom van geest. Dus een elite in esthetisch, intellectueel en misschien dus ook in ethisch opzicht. En dat die elite er tegenwoordig anders uit mag zien dan 100 jaar geleden, dat lijkt me met de bevrijdende grunge-look van David Foster Wallace wel bewezen. Afgelopen week stelde ik mezelf op de Tirade-blog de volgende vraag: is de filosofische roman Deel van een groot geheim plan om de wereld te verbeteren? Of is het gewoon a lot of fun? Mijn antwoord zou zijn, en ik voer het werk van Wallace, Februari en Multatuli op als bewijs, dat het verbeteren van de wereld wel eens a lot of fun zou kunnen zijn. Ik dank je voor je aandacht.